In dit filmpje ga ik je uitleggen hoe je een vergelijking als 2 tot de macht x is 8 of 3 tot de macht x is 27 of 3 tot de macht x is 30 op kunt lossen. Waarschijnlijk weet je bij 2 tot de macht x is 8 weet je de oplossing al, namelijk x is 3. En bij 3 tot de macht x is 27 weet je hem waarschijnlijk ook, 3. Bij 3 tot de macht x is 30 is het niet zo makkelijk. Ik weet dat 3 tot de macht 3 27 is. Ik weet dat 3 tot de macht 4 81 is. Maar ik weet niet welke macht als antwoord 30 geeft. Nou, om daarachter te komen, hebben we een nieuwe bewerking nodig. Zoals optellen een tegengestelde bewerking heeft, namelijk van elkaar afhalen. Keer heeft als tegenstel gedeeld door. Kwadraat heeft als tegenstelling precies de wortel uit. Zo heeft een tot de macht x heeft ook een tegengestelde en die noemen we de logaritme. Bijvoorbeeld, als ik heb 2 tot de macht x is 8 en ik wil daar de oplossing van uitrekenen met behulp van bijvoorbeeld de rekenmachine. Ik weet de oplossing al, want ik heb een gemakkelijk getal genomen. Maar stel voor dat ik wil met de rekenmachine doen, dan doe ik dat met behulp van de log, de logaritme. Die oplossing is als volgt. Ik heb 2 tot de macht x is 8. Dan is de oplossing de 2 log van 8. En jullie weten daar het antwoord van. Dat antwoord is 3. Stel je voor, ik heb 3 tot de macht x is 9. Je weet het antwoord ervan, dat is 2. Hoe vind ik het antwoord met de log? De 3 log van 9 is 2. Waarom denk je moet ik bij deze gemakkelijke sommen nu die logaritme gebruiken? Want ik weet het gewoon. Ja, dat heeft met de ingewikkeldere sommen te maken. Bijvoorbeeld 3 tot de macht x is 30. Die weet je niet uit je hoofd. Een getal tussen de 3 en de 4. De oplossing kan ik vinden door met de rekenmachine 3 log 30 te doen. Nou, ik zal een paar ingewikkelde voorbeeldsommen doen met jullie. En ik draai het om. Ik begin nou eens met de logaritme. Stel voor dat ik wil weten wat is de 2 log van 1 achtste wortel 2. Dat betekent dat er eerst een som moet zijn geweest. 2 tot de macht x is 1 achtste wortel 2. Met x de uitkomst van dat logaritmesommetje. En oorspronkelijk heeft daar deze som bij gehoord. Je kunt dat een beetje zien. Tenminste, het is een klein ezelbruggetje wat ik gebruik. 2 tot de macht x moet dat getal 1 achtste wortel 2 zijn. Nou, dan gaan we proberen uit te werken, hè, erachter te komen wat die x is. Kijk, er zit ook een knop op je rekenmachine en in principe kun je die ook gebruiken. Maar je moet eerst een beetje op deze manier leren werken met de logaritme zonder de rekenmachine te gebruiken. Want anders wordt het gewoon een trucje wat je toepast. Je moet wel een beetje in de gaten hebben dat het omgekeerde van tot de macht is. Dus ik wil de 2 log van 1 achtste wortel 2 wil ik weten. Doe 2 tot de macht x is 1 achtste wortel 2. En die ga ik proberen op te lossen. Nou, dit type som heb je eerder opgelost. Aan de linkerkant en aan de rechterkant moet ik een 2 macht zien te krijgen. 8 is hetzelfde als 2 tot de macht 3. Wortel 2 is hetzelfde als 2 tot de macht een half. 1 gedeeld door 2 tot de macht 3, 1 gedeeld door betekent een minnetje ervoor. En 2 tot de macht een half, die kan ik nog niet anders schrijven. Nou, dan ga ik verder. Gelijke grondtallen betekent dat je, gelijke grondtallen vermenigvuldigen betekent exponenten optellen. 2 tot de macht min 3 plus een half is min 2,5. En de x is dus min 2,5. Dus nu weet ik, de 2 log van 1 achtste wortel 2 is min 2,5. Waarom? Nou, omdat 2 tot de macht min 2,5 is 1 achtste wortel 2. Ik doe nog een voorbeeld. Ik wil weten de 5 log van 0,04. Ik wil weten wat eruit komt. Ik noem wat eruit komt, noem ik x. Je kunt hier rekenmachine voor gebruiken, maar dat doen we voorlopig nog niet. Dus niet de rekenmachine pakken, we gaan het beredeneren.
Dit betekent, en dan ga ik dat ezelbruggetje gebruiken, dat 5 tot de macht x, dat daar 0,4 uitkomt. 5 tot de macht x is 0,04. Nou, dit weet je misschien nog uit voorgaande sommetjes. Links heb ik een 5 macht, rechts moet ik ook een 5 macht hebben. Ik zie dat het niet 5 tot de macht 1 of 5 tot de macht 2 kan zijn. Dus ik ga de andere kant op kijken. Begin ik met 5 tot de macht min 1. Dat is hetzelfde als 1 vijfde, dat is 0,2. 5 tot de macht min 2 is 1 gedeeld door 5 kwadraat, oftewel 1 25ste. Nou, met de rekenmachine, of het past 4 keer in de 100, maakt me niet uit hoe je dat doet, kom je op 0,04 uit. Dus ik weet, 5 tot de macht x is hetzelfde als 5 tot de macht min 2. En dan vind je dus x is min 2. Wat weet ik nu? Ik weet nu dat de 5 log van 0,04, dat daar min 2 uitkomt. Hoe weet ik dat? Nou ja, 5 tot de macht min 2 is 0,04.